Jawel, maar dit is niet genoeg. Ik zit nu in een overbelichte situatie, maar oké, ik ga nu ontbijten. I'm so into you, I can barely. Ja, hoe krijg je nou voor elkaar dat jij meer gaat produceren? Harder werken. Harder werken? Ja, dat zou kunnen. Meer geld, dat werkt maar op een hele korte termijn. Egon? Straks misschien verder leren. En op basis van een hogere opleiding kan je straks veel meer verschillende dingen doen. Misschien word je neurochirurg of astronaut. Of word je manager binnen het bedrijfsleven en word je meer productief. Een andere mogelijkheid. Een hele lange tijd was het zo dat mensen één taak uitvoerden. Dat is veranderd. Meneer Ford die was de eerste die dat binnen de context van het bedrijfsleven veranderde, bedacht en veranderde. Als jullie samen een werkstuk zouden... Iemand hier is ongesteld. Ik zit met Lily op de gang. We maken heel erg leuke huizen. En ik ben er uitgestuurd door Sissy, dus als je dit kijkt, Sissy. Dat zou ik niet zeggen. Ja. I love you very much, Sissy. Maar ik vond het wel een beetje raar dat je me gewoon uitstuurt. Ik word altijd boos op mijn vestiging. Ja. Waarom gaat iedereen eruit? Het is volgens mij is het uur toch bijna voorbij. Wat? Het is ja, nog 5 minuten. Oké, dan gaan we ook pakken. Nou, zal ik vandaag nog wat vertellen over de vlog? Ja. Ik ga vandaag naar Clarinet en daar ga ik met Mia en ook mee, want jullie komen ook. Ja, we komen ook, denk ik. Vorige week was ik er niet, maar oké. Ik ook niet. Of wel? Nee, ik ben niet meer. Agisha wel. Oké. Okay. Oh, je was van nog. Ja. Maar ja. Allemaal. Subscribe. Nu. Als je nog niet gewend, gesubt. Dat zou me heel erg leuk lijken. Ik moet nog wat doen voor je 100 abonnees. Hè? Oh ja. Ik moet nog wat doen voor mijn 100 abonnees. Als jullie een idee weten, laat het achter in de comments. En zeg waar je naartoe gaat op vakantie. Ja, dat lijkt me leuk. En het lijkt me ook leuk als je me geld geeft. Oh nee, ik ga het echt serieus doen. Ik heb een postbus. Nee. Ga je eigen postcode gewoon zeggen? Dat zou ik niet doen hoor. Nee. Oké, ik ga wel... Nee, oké. Je vader is weg. Ik leg een doos neer op een plek in Amsterdam. Als je mij iets wil geven, doe het in die doos. Maar niemand weet hierover, oké? Oké, de doos ga ik ergens begraven in het Vondelpark. Lekker duidelijk. Ergens. Dat je ook waar het ligt. Oh, wacht. Nee, ik ga een aparte video maken waarin ik een doos meeneem. En dat ga ik op een plek neerleggen. En daar moet je dan spullen in doen. En dan schrijf je op voor Naomi. En dan krijg ik gewoon gratis... En wat hebben zij eraan? Dan kunnen ze mij dingen geven. Yay! Oké, leg je spullen neer in de geheimzinnige dag. Ja. Oh, wat was dat? Oké. Gewoon verder. Ja, je kan van alles in doen, bijvoorbeeld geld. Eten. Oké, wacht. We moeten wel een slot op de doos doen. Want als er geld in komt en er komt een gast en denkt... Je moet gewoon een soort van... Nee, maar een spaarpot valt te veel. Ik denk niet dat dit gaat lukken, Naomi. Oké, weet je, laat het op een doos doen, maar niet te veel geld. Als je geld wil geven, geef maar 1 euro of zo. 50 cent. Oké, maar je mag wel heel veel voedsel... Zou je chocolade geven? Ja, wil je alsjeblieft chocolade... Maar wat als het vergiftiging is? Nou ja... Niet echt onzin, want we doen zeggen echt 3 minuten lang iets gewoon vol met boezem. Maar ga naar de Action, koop een cadeautje voor mij. Doe het in de doos. Alsjeblieft tussen Bieber tickets, dan zou ik je echt voor eeuwig danken zijn. Ja, weet je, golden circle. Ja, en dan doe maar 3. Mm-hmm. En dan, meteen een hotel daar in Arnhem erbij. Ja, Justin Bieber's hotel. Ja, zijn hotel, ja. Ja, en dan... Dat is wel goed. Morgen, nee. Ja. Vandaag maak ik de video dat ik naar het Vondelpark ga en de doos neerleg op een geheime plek. Geheime plek, maar hoe moet je dat vinden? Ja, maar ik ga dus een video maken zodat je die plek kan vinden. Maar dat is toch niet meer geheim? Wacht even. Maar alleen geheim
voor mensen die niet mijn video's kijken. Dus als jij weet waar de doos is, weet ik dat je mijn video's kijkt. Behalve als je een pedo bent en je weet dan waar ik woon. Maar we gaan het... We kunnen het ook... Maar je moet wel wat doen voor je 100. Oh ja, ik ga vandaag ook iets doen voor mijn 100. Ik ga vandaag in de grachten springen. Dat zou ik niet doen, het is niet zo mooi weer. Zou ik dat doen na of voor training? Hoe je het echt vandaag gaan doen? En dat ik dan een bikini aan doe en dan ga ik me afdrogen en dan ga ik lekker naar het net. Wil je dat wel? Je door die gracht of zo, eeuw. Dan kun je er echt wel over nog gaan. Hey! Ik heb het nog uitgesproken, maar ik kom even naar muziek. Mag ik dat doen? Wil je een paar minuten eerder komen en wil je me dan nog filmen dat ik dat doe? Ik ga eerst naar de stad. En ik weet niet, ik denk dat ik nog tijd heb om te eten, maar ik denk niet dat ik tijd heb om te filmen. Vraag je zusje mij. Oké, okay, weet je wat? Dag, doe het anders, want in de gast springen is saai. Dan heb je twee seconden gefilmd een beetje en dan is het van, ja, dit was het. Oké, okay, dan doen we morgen naar dansen. Maar je moet echt iets leuks doen. Oké, maar wat moet ik doen voor mijn 100? Ik weet het, zal ik een... Nee, giveaway. Giveaway is duur. Ja, dat ik ook. Misschien moet je dan stoppen met filmen, allemaal mensen gaan nu. Dag maar langs lopen, dus dan... Helemaal, we zijn klaar met school. Nu gaan we naar de stad toe. Leuk. Helemaal, we zitten in de hemel. En we kopen beschermglazen. Helemaal, ik ben weer terug thuis van de stad. Het was zo leuk en het was zo lekker. En ja, we hebben veel dingen besproken, Roos en Mimi. Als jullie weten wat ik bedoel. Oké, dit gaat te ver. Dit gaat echt te ver, Kiel. Oké. Maar ik ben weer thuis. Ik ga zo naar... Maar oké, ik ben weer thuis. Ik ga zo naar Clarinet. En dan misschien ga ik dat ook filmen als ik batterij nog heb. Ja, veel plezier vandaag met fijne dag nog als je het kijkt. En het is nog... Maak er nog een leuke dag van. Ik hoop dat je nog een beetje uit deze dag wat leuks kan doen. Een beetje kan genieten. Weet je wel, een leven halen uit iets. Ja. Bye! Hey, we gaan naar Clarinet toe. Allemaal, welkom in deze vlog. Dat was Marga. Nou, iemand wil er niet op. Dus ik laat dan de Instagram hier in de beschrijving achter. Dan kan je wel haar hoofd zien. Dan kan je stiekem volgen. Een slotje. Oh, dan moet je gewoon een speciaal account maken. Doe je alsof je iemand bent. Dan gaat hij je wel accepteren. Is dat het? Ja, ik film! Als ik er zo staat, ik ga het doen. Hey allemaal, we moeten wel naar buiten. Dus ja, dat is een beetje kut. Maar ja, het gaat gebeuren ooit. Wil je iets zeggen in mijn vlog? Wil je iets zeggen in mijn vlog? Wil je ook in de vlog komen? Wil je in de vlog? Nee? Vlog! Wacht! Ook Stef de vlog als het goed is. Maar ja, mensen, we wilden net weggaan. We zaten hier letterlijk te praten. En toen was het droog. En toen zei ik, ja, wat nou als het heel hard gaat regenen. En we kunnen niet meer weg. Toen ging het regenen. Toen begon het echt heel hard te regenen. Kijk, bliksem, zie je dat? Wacht, ik ga het filmen. Oh my god, mensen. Wow. Al die dingen geven licht. Het onweer. Oh my god. Ik weet niet of je het ziet. Wow, het zit echt niet. Maar... Nee, je ziet echt nooit. Het regent. Ja, maar het regent echt fucking hard. Mensen. We're fucked. Film maar even. Dan hebben we meer licht om te zien. Meer licht? Maar ja, onze ogen. Ja. Maar oké, ik weet niet hoe we naar huis gaan. Zijn we te fiets en het onweer? Ja. Ik weet niet of het goed in beeld zit, maar oké. Nee, maar niet uit. Oké, ik ga het even. Wauw. Hey jongens, ik ben weer thuis eindelijk. En ik ben nu even make-up aan het afhalen. En we hebben een storm.
survived, dus ja, dat is wel goed. Maar ik moet echt slapen. Het is wel zo laat, ik moet eigenlijk ook fluisteren, maar oké, bye!